Natuurlijk ook een goedemorgen aan drie vertegenwoordigers van de gemeente Aalten. We hebben in ons midden drie wethouders. Bijna het voltallige college. Ik kan wel besluiten. Bijna. Wethouder Kok, wethouder Luijten en wethouder Wilting. Hartelijk welkom in de stad Bredevoort. Beste mensen, we weten het allemaal. Bredevoort is op een bijzondere manier verbonden met het Huis van Oranje. De koning, die vandaag zijn verjaardag viert, heeft als volledige titels Willem-Alexander der Nederlanden, Klaus George Ferdinand, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. En dan komen er nog een paar titels en daar staat ook bij heer van Bredevoort. Dat is toch wel heel bijzonder. En we willen op deze morgen ook de koning feliciteren met zijn verjaardag. En hoe is het mogelijk? De voorspellingen voor vandaag waren zeer slecht. En we zien dat een weliswaar waterig oranje zonnetje door de wolken schijnt. En ook op deze morgen, en dat doe ik vaak als ik hier langs loop, op deze morgen moet ik denken aan een Bredevoorter lang geleden die ondergedoken zat in het klooster, in het buurtschap het klooster. Bernard de Vries uit de Hosse. En hij ging even naar de halve maan hierachter om wat groente te halen voor zijn moeder. Hij was even naar huis gegaan. En jawel, op die middag werd hij gearresteerd. Hij werd weggevoerd naar het kamp Wulblien. Dat is een subkamp van Neuengamme. En hij kwam niet meer terug. Een vrij land, dat is heel veel waard. Een democratie ook. Als we het nieuws uit de wereld volgen, dan zou je er moedeloos van worden. Je zou ook moedeloos kunnen worden van de discussies over Europa en de rol van Nederland daarin. 70 jaar geleden, we vieren het ook dit jaar, de herdenking van 70 jaar bevrijding. 70 jaar geleden werd op de puinhopen van Europa gedacht aan een nieuw Europa. Zonder grenzen, waarvan de economieën verbonden waren met elkaar. Een Europa, een gemeenschappelijk huis. Zonder vijandschappen. Met elkaar de cultuur delen en ook de waarden delen. Die tuin van Benardus die nou weer op de schop staat. En dat was ook nodig. Die twee mensen zijn Gerrit Geurking en Frits Onning. Gerrit die staat in vol ornaat van de compagnie Onverzaagd en Frits staat daarachter. Heren, hartelijk dank voor al dat werk. We hopen ook dat in de toekomst vrijwilligers zich melden om samen die tuin te onderhouden. Er zijn ook bloemen voor jullie. Maar Berendien heeft die geloof ik verstopt. Oh nee, daar zijn ze, twee dames. Zullen de bloemen overhandigen. Hartelijk dank. Ik heb in mijn woord gesproken over vrijheid. En in een vrij land de koning. En ook om de dag in Bredevoort te starten. Maar voor het zover is, wil ik aan wethouder Kok het woord geven. Of toch nog een redelijke, inderdaad qua weer, inderdaad goedemorgen. Toen we eind vorige week de voorspellingen zagen voor vandaag, was het toch wel enige zorg om vandaag hier in de open lucht te staan. Maar uiteindelijk blijkt het toch goed gegaan en net ook nog een zonnetje in de rug. De tweede Koningsdag en voor het eerst op de dag zelf. Vorig jaar waren we een dag te vroeg, was het bepaald, maar voor het eerst nu ook op 27 april.
En dat dit jaar hopelijk weer een feest mag worden, daar gaan we allemaal vanuit. Dat kan hier in Bredevoort bij Henry Tandels. Dus er werden net twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Heel terecht om, zijn ook proficiat daarmee. Maar er zijn nog veel meer vrijwilligers. En dat bedoel ik onder andere het Oranje Comité, dat ervoor zorgt dat hier vandaag weer een fantastisch feest gehouden gaat worden. Jammer, vind ik wel. Maar op een bepaalde manier was het toch leuk om in het verleden met de muziek hier toe te lopen. Toch jammer dat dat helaas er niet meer is. Maar voor onze koning met elkaar vieren, zodat we blijven gedenken wat we, naar onze mening, toch een fantastisch koningshuis hier in Nederland hebben. Ik wens u allemaal heel veel plezier en ik ben nou weer benieuwd hoe het gaat met het kanon. Gaat volgens mij altijd goed. Erik Luik is er voor het eerst bij hier ook als wethouder. Misschien wat zorg over dat het kanon heel ver rijdt en Aalten gaat raken. Maar ik kan hem iets wat geruststellen. Hij gaat langs Aalten heen afgelopen. Vastgebeld. Oké. Nogmaals, heel veel plezier vandaag en ik hoop dat we zo'n mooie dag blijven houden. Dankjewel. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. En vaderlandsgetrouwe blijf ik tot in mijn dood. De prinsen van Oranje ben ik vrij. Hoeveel wanden ingeschonken, is dat bekend? Zoveel als er oppassen op het dienblad. En een beetje rondkijken hoeveel mensen er zijn. Maar jullie komen niet tekort. Ja, anders hebben we ook nog Ranja. Thank you.
Dankjewel, onverzaagd. Een hartelijk applaus voor deze schutters. Beste mensen, er staan weliswaar kleine glaasjes oranjebitter klaar. Neemt u bij Berend in Luiten. En kom in de Lanko. Fijn dat u er was. Een gezellige dag. En tot ziens. Zo zwaar zijn ze. Dit is voor mij. Frits, hoe vond je dat bloemetje? Ja, mooi. Prachtig. Ja. Mooi, hè? Dat onderhoud van die tuin, hoe lang doe je dat al? Nou, ik weet niet precies. 15 jaar. Ja, 15 jaar zoiets. Dus, ja. En Gerrit Verking doet dat ook al even lang? Ja, Gerrit doet dat ook al heel goed. Dus, En hoeveel uur kost dat gemiddeld per maand? Veel energie. Ik heb dat ooit eens een keer bijgehouden. Een jaar lang, dan was het tussen de 280 en 300 uur. Een jaar lang. En toen bij jou. Ja, dat is. Die loopt er alles rond. Die paarden blazen en die banken opruimen en weer afspuiten. En dan brandnetels. Ja, laat ik aan mijn blad blazen, rint al iets vlugger. Ja, toch rint al iets vlugger. Dus dat bloemetje is wel verdiend. Jawel. Ik hem de dochter een beetje in weg. Hij nog langer drinkt, Hans, dan merk je er niks meer van. Fantastisch. Je hebt hem maar weer weg. Ja, nou, dat moet je niet met nippen. Dat moet je gewoon in één keer afloven. Ja, jongen. Ik kniet te snel. Ja, nou, het is dan heel veel visite mee. Ja, het is weer leeg. En onze Gerard is aan de beurt. Die is aan de beurt, ja. Dat kost een kratje. Die kan naar de spar. Kan gelijk door naar de spar. Hij was ook heel aardig. Kan gelijk door naar de spar.